Nederlanders hebben de minste burn-outs van Europa. Dat is de opmerkelijke uitkomst van een onderzoek onder 35 Europese landen. Via Skype hebben wij contact, of via de telefoon, sorry, hebben wij contact met onze arbeidsmarktexpert Marleen Luyt. Marleen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het nou eigenlijk dat Nederland dan minder burn-outs heeft dan in de rest van Europa? Goede vraag. We zijn om te beginnen gewoon een heel gelukkig, welvarend en stabiel land. Dat helpt. Wat ook zo is, is dat we in Nederland relatief weinig werken. En uit het onderzoek blijkt ook, als je de lijst naast elkaar legt, dat landen waar relatief weinig wordt gewerkt, daar minder burn-outs zijn dan bijvoorbeeld in Oost-Europese landen waar ze wel veel werken. Ja, maar dat vind ik toch dan opvallend, want als ik kijk in mijn eigen omgeving, ja, volgens mij is dat best wel algemeen in Nederland, lijkt het net alsof iedereen wel iemand kent die een burn-out heeft. Hoe zit dat dan? Ja, dat is waar. Het verschil is ook dat er uit de cijfers blijkt dat 1 op de 7 Nederlanders heeft burn-out klachten. Maar dat zijn niet per se, heb je dan meteen een burn-out. Dus dan voel je wel vermoeid of je hebt veel stress. Ja. Maar een echte burn-out wordt op een andere manier vastgesteld. En dat zijn minder mensen. Mm-hmm. Bovendien, ja, we hebben ook echt wel burn-outs hoor. Dat niet te vergeten. Maar ja, vergeleken bij de rest van de landen om ons heen valt het dus best wel mee. Maar zeg jij dan eigenlijk, weet je wel, want er wordt zoveel gezegd tegenwoordig van, oh, iedereen werkt te hard en het is allemaal te veel en we kunnen het allemaal niet meer aan, dat we ons toch wel een beetje aan het aanstellen zijn? Dat zou een beetje oneerlijk zijn om te zeggen tegenover al die mensen die wel echt een burn-out hebben. We zijn geen aanstellers. Het is gewoon zo dat we veel stress hebben en het druk hebben. Maar zo groot als we het misschien ervaren, omdat je er zoveel over hoort en leest. Als je het nu in dit perspectief is van dit onderzoek met al die andere landen, dan valt het dus eigenlijk wel mee in Europa. Het kan eigenlijk altijd een beetje erger dus. Nou, dat is dan weer een hele troost. Nou, Marleen, dank je wel. Steven, heb jij een verklaring? Je moet gewoon niet zo hard werken. Dat is een hele verklaring. Je gaat toch niet zo hard werken dat je erbij neervalt? Dat doe je toch niet? Ik weet nog vroeger toen ik werkte. Toen ik werkte? Zo, je bent gestopt? Wat, Ja, ik bedoel toen ik echt 9 tot 5 werkte. Oh zo, oké. Okay. Toen je echt een baan had. Toen ik een baan, had. Nu heb ik ook wel een baan, alleen cabaretier. Ja. Maar toen ik echt in een fabriek stond. Dat is geen werk. Maar dat is leuk werk, dus dan hou je lang vol. Oh, okay. Maar als je iets doet alleen om de centen te verdienen, dan zul je het sowieso nooit lang volhouden. En dan heb je mensen die fanatiek gaan worden. Je wordt er niet extra betaald. Nee, ik heb vroeger heel veel baantjes gehad. Ik werd overal ontslagen. Omdat elke keer kwam er een moment dat ik extra moest gaan werken. Zeg ik, ho, ho, ho. Maar ik ga niet harder lopen. Betaal je me meer? Nee, dat kan niet. Oké, doei.